What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Videocorner Review episode. En vandaag hebben we een special en dat is The Masters of the Air. Ja. En deze serie is natuurlijk een follow-up van Band of Brothers, maar ook The Pacific. Hebben jullie een van die twee series eerder gezien? Nee man. Nee, ik niet. Band of Brothers ook niet? Nee. Ik heb wel Band of Brothers, heb ik wel altijd als ik over Band of Brothers ga praten, dat ik dan twijfel of het Band of Brothers is of Saving Private Ryan is. Ja, lijken ze heel veel op elkaar. Wat dan? Ja, ik weet niet. In mijn hoofd, in mijn brein, op een of andere manier, dan denk ik gewoon een scène. Mm. En dan denk ik van, oh wacht, was dat Band of Brothers of was dat Saving Private Ryan? Ja, dat is gewoon, ja, maar het is ook gewoon een beetje dezelfde look en feel, weet je wel. Ja. Die groene oorlogshelmen. Ja. En dan allemaal diezelfde Thompson gun, weet je wel. Was het een Thompson, die Amerikaanse wapens in de Tweede Wereldoorlog? Volgens mij wel, ja. Maar Band of Brothers, is dat ook een serie? Dat is een serie. Maar wanneer is die uitgekomen? Early 2000 volgens mij. Oh, zo. Okay, okay, producer okay, ja. Tom Hanks en Steven Spielberg. Ja, ik weet het. Ja, early 2000 meende ik. Iets van, ja, of precies 2000 of 1998 of zoiets. Tom Hanks heeft toch ook met deze film... Tom Hanks is ook executive producer van Master of the Air. Maar daar gaan we straks over hebben. Laten we gewoon beginnen. Jongens, jullie hebben gekeken natuurlijk naar deze serie. Ik moet er wel gelijk even bij zeggen, hè. Alleen de eerste twee afleveringen zijn uit. Ja, klopt. Ja, ja. Ik had wekelijks uit. Voordat we zouden opnemen, ging ik er eigenlijk vanuit dat alle 9 online zouden staan. Oh, dat zou het zijn. Nee. Maar tegelijkertijd ook heel erg jammer. Mm. Maar dus we moeten het doen met de eerste twee afleveringen van deze serie. Ja. Maar dan wil ik aan de hand van de eerste twee afleveringen een woord van jullie horen. Ik begin bij Hakan. Wat is het? Tweede Wereldoorlog, toch? De Tweede Wereldoorlog. Of de derde. Waarvan ik nog niet weet. Ik denk niet dat ze met derde met vliegtuigen bezig zijn. Ik denk dat het meer met nucleaire bommen gaat worden. Ja, of gewoon alleen maar hacken, weet je wel. Ja. Tweede Wereldoorlog films. Eén woord. Oh, ja. Tweede Wereldoorlog vliegen. Film. Vliegen. Jij? Vliegen. Meatball. Nee. Die hond. Nee, Brotherhood of zo. Meatball. Dat broederschap, toch? Ja. Ik zeg relaxed. Relax? Ja. Wie wilt toelichten waar de film of serie over gaat? Of zeg jij, doe jij het maar, lazy prick. Zeg je dat maar? Ja. Doe het maar. De Masters of the Air is eigenlijk een follow-up serie inderdaad van Band of Brothers en The Pacific. Band of Brothers was vooral een partij die op de grond, vocht. En dit waren de Masters of the Air, zoals de titel al verklapt. Het gaat over een... Is het de Air Force? Volgens mij wel, toch? Ja. Ja. Ja, volgens mij de Air Force van Amerika. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En dit waren de jongens die over de grens gingen naar de Duitse zijde om daar een gebied plat te bombarderen. Mm-hmm. En daar gaat Masters of the Air eigenlijk over. Ja. Over de luchteenheid van de Amerikaanse troepen. Ja, ik ben echt zo slecht met oorlogstermen, maar volgens mij de luchteenheid van de Amerikaanse troepen uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar ze zijn gestationeerd in Groenland, kan dat kloppen? Of ergens in Greenland. Kan. Ja. Wat sowieso, volgens mij deden ze ook gewoon vooral luchtaanvallen, of althans de base was Engeland. Hmm. Want Engeland was nog niet veroverd en vanuit Engeland gingen ze opereren. Dat was ook in Band of Brothers zo, want wat ik meende kwamen ze dus aan in Frankrijk, de Band of Brothers, en stroomde zo door naar Nederland. Mm. En dan moesten ze zo de Duitse dingen over. Band of Brothers zijn ook op een gegeven moment in Arnhem. Of althans daar in de buurt. Mm. Wat was het? Nee, volgens mij niet in Arnhem, maar wel het project Operatie Arnhem wordt besproken. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, vanaf daar trekken ze door naar Duitsland. En dan wordt Duitsland veroverd en dan krijgen ze die message. Ja. Maar mijn ene woord wat ik gebruikte was relaxed. Want wat ik wel eens had, omdat ik Band of Brothers heb gekeken. Mm. Die gasten, het is wel een follow-up serie. Het is dezelfde dingen. Tone of voice en noem het maar op. Het is een beetje hetzelfde. De intro, de outro, noem het maar op. Maar het is niet dezelfde vibe. Want die Band of Brothers gasten die waren constant in spanning. Want die zijn natuurlijk grondtroepen. Ja. Dat is elke keer weer van, oh jongens, we moeten terugtrekken. Oh jongens, volgende dag gaan we vooruit. Ik hoor wapens, ik hoor dit, ik hoor dat. Het is een constante spanning. Maar deze gasten,
Die zaten gewoon chillen in de bar. Weet je wel? Ja, en dan, ja, 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 morgenochtend 6 uur vliegen we. Niet veel drinken. Ja. Dus dat was echt een andere dingen, contrast. Maar je zag wel dat ze wel in spanning waren, hoor. Ja. Ja. Ze hadden niet geslapen. Ja, oké, okay, dat wel. Maar het is wel wat relaxter. Ja, oké. Okay. Maar ja, jouw woord was meatball. Ligt af en toe. Nee, dat was een grapje. dat was toch heel tenminste. Ja. Ja, in de eerste aflevering zag je vaak een hond die meeging. Ja. Behalve met de echte missie. Ja. Hij was vooral met de trainingen. Ja, maar dat was de grap. Maar, Maar je zei Brotherhood. Nee, ja, ik snap hem ook wel. Ja, dus wel, je hoeft er niet in te vullen. Jij had, wat had jij? Vliegen. Vliegen? Ja, dat hoeft niet toe te lichten. Dat snappen we wel. Dat snappen we wel. Nee, maar Brotherhood, ik had wel dat ik met mijn vader, ik zei tegen mijn vader ook, weet je, hij had van vliegtuigen. Ik zei van, hij heeft ook Band of Brothers gekeken. Ik zei, Master of Air, kom morgen uit, ga hem checken. Hij heeft hem dus gekeken. Mm-hmm. Ik zei, en wat vind je ervan? Dus in gesprek met hem. Hij zegt van, gaat allemaal te snel, te veel actie of zoiets. Voordat je het weet, zitten ze al in de lucht en wordt een vliegtuig uit de lucht geschoten. En dan hoor je van, oh, die is te overleden. Oh shit, ze hebben die ook geraakt. En dat heeft gewoon te maken met, er is te weinig tijd om iedereen te leren kennen. En misschien is dat groepje te groot, waardoor je geen waarde hecht. En dan zit ze in de lucht en dan wordt iemand uit de lucht geschoten. En dan denk je, wie de fuck was die gast? Ja. Ja, ja. En dan hoop je stiekem dat Laura Ferrari is. Kom even helemaal terug. Nee, maar ik heb wel het idee dat ze een soort van groepje zijn. Soort van in de zin van... Ja, het is gewoon een gang. Na de missie, die eerste missie die we hebben gezien, dat niet geslaagd was. Ja. Ja. Kwamen ze dan terug en dan gingen ze een beetje de opzomming maken wie er nog wel was overgebleven en wie niet. Dat ze het best wel erg vinden. En dan zag je, ik weet niet of het Buck was. Buck. Buck of Bucky. Ja, dat is ook zo. Maar op die vliegtuigvleugel drinken, hij was er wel een beetje klaar mee. Ja. Hij was helemaal van dat die mens had verloren, dat soort dingen. Dus dat vond ik dan wel weer. Ja, dus wel. Ja, ik kan me voorstellen als je daarin zit, in dat soort situaties, mentaal kan het ook best wel heftig zijn, hè? Zo'n dienst. Snap ik. Ja. Ja, sowieso, man. Sowieso, die dingen waren ook best wel heftig. Als je zo vliegt en dan. Dat is niet per se een raket of zoiets, maar een soort van granaat wat ze de lucht in schieten en dan die scherven die spatten uit elkaar. Ja. Dat zag je toen. Of gewoon een soort van mijnen in de lucht of zo. Ja, toen ze per ongeluk Frankrijk binnenvlogen, toen die verkeerde coördinaten gaf. Ja, dan zag je die ook. Vliegtuig afweerdingen, toch? Is het toch? Ja, een soort systeem inderdaad. Ja. Maar wat hadden jullie, heb ik al gevraagd wat jullie vooraf hadden verwacht? Volgens mij niet, hè? Wat had je vooraf verwacht van deze film? Ik weet niet. Het is wel wat ik had verwacht, inderdaad. Vliegtuigen. Ja, nee, maar... ik heb natuurlijk meerdere oorlogfilms gezien. En meegemaakt. En meegemaakt in mijn jonge jaren. Ik was ook piloot. Nee, maar het is wel... je verwacht het wel weer, inderdaad. Ja, maar wat verwacht je? Ja, gewoon, weet je, die broederschap, dat zie je bijna in iedere... Want het zijn ook allemaal vaste teams, hè. Die jongens die trainen samen, iedere missie is samen. En dan zelfs dat groepje wordt dan weer opgesplitst in 2 vliegtuigen, weet je wel. Dat is dan 1 ding. Maar luchtgevechten is altijd veel lastiger dan gewoon grondgevecht. Hmm. Bij een grondgevecht kun je altijd nog terugtrekken, vluchten... En je kunt je ergens verstoppelen en dat soort dingen. Maar wel zin of verstoppelen? Ja, achterbok. Verstoppelen, dat zei je vroeger volgens mij op een kinderpleit. Hij bedoelde verstoppen. Verstoppen, ja. Je kunt je verstoppen op de grond. Maar in de lucht, je bent open en bloot voor iedereen. Ik moest meer lachen om het feit dat ik zo'n kinderflashback kreeg. Verstoppelen, dat is gewoon wat je vroeger zei op speeltuin. Ja, ik had dat al wel een beetje verwacht inderdaad. Nee, ja. Nee, ik had meer verwacht... kijk, je hebt het ook net gezegd. We hebben pas de eerste 2 afleveringen. Ja. Ja. Dus ik ga hem ook zeker helemaal afkijken. Ik heb wel meer actie. Had je verwacht? Ja, verwacht ik nog steeds. Ja, maar die moet denk ik ook nog komen. Ja, daarom. Dus dat heb ik nog niet gezien. Maar ik verwacht wel meer actie, laat ik het zo zeggen. Ik had ook meer actie verwacht inderdaad. Maar ik denk dat er misschien nog moet komen. Precies. Voor nu, wat ik heb gezien, is een beetje teleurstellend. Ja. In 1 keer te veel namen. Kijk, bij Band of Brothers had je ook gewoon een groepje van 10 en iedereen leerde die kennen. En gedurende Band of Brothers verloren ze 1 of 2 of zo. Weet je wel. Ja. En dan denk je, dat is fucked up. Maar nu heel veel mensen al verloren gaan. En eigenlijk helemaal niks nog. Nee, maar misschien is het ook de mensen die erover gaan blijven. Dat je dan die later gaat kennen met de serie. Ja, want van de kleine groep, Want de grootste generaal zei van,
we krijgen over een week pas nieuwe mannen of zo. Dus... Oh, daar komen nog wat mannen bij. Ja, nee, precies. Want die moeten nog komen. Dus misschien dat de overgebleven mannen die nu nog zijn, dat je dan we hebben nu al moeite met die paar namen. En dan komt er nog een man bij. Ja, Bucky, Becky, Bucky, Becky. Weet ik het veel. Allemaal B. Hey, Buck, Beck, Becky, ja. BBB. En zo B's, is ja. Een partij ontstaan. Nee, maar dat is altijd toch wel met een serie. Het bouwt gewoon rustig op. En de grote actiescènes die zijn meestal pas later in de serie. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik zei het ook al vooraf. We hebben maar eerst twee afleveringen gezien. Ja. Ja. Maar nog iets opvallends? Nog iets anders? Ik had nooit gedacht dat je echt kon gaan vliegen met echt groot gaten in het vliegtuig, man. Hoe bedoel je? Ja, echt groot, schade. Dat de schade gewoon zo groot is dat je dan nog gewoon kan vliegen in zo'n ding. Ja, maar daarvoor zijn ze gebouwd, neem ik aan, toch? Ja, oké, okay, maar... Dus je verwacht wel dat je aangevallen wordt. Ja, dat is wel flink wel impact, hoor. In Amerika hebben ze gewoon gevlogen met een deur eruit, weet je? Okay, weet je nog? Ja, die Alaska Airlines of zo? Ja, daar ligt eraf. Ja, dat zag je van de week ook. Maar ook heftig, vond ik. In de zin van... want ze hadden verschillende posities in het vliegtuig. De achterste, die helemaal in dat... kokonnen glazen ding zat. Ja. Met die machine, waarvan de glas in één keer brak. We zitten min 45 graden boven. Ja. En die brandwonden die hij kreeg. Dat is wel heftig, man. Dat is wel heavy. Ja. Maar ik vond wel raar dat die klep dan niet open gaat. Ja, dat is ook zo. Maar aan de andere kant, het vacuüm volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Dat er gewoon een soort van zuigkracht is, omdat die dingen eraf is geknald. Ja, dat zou het misschien kunnen zijn. Ook die formatie die ze moeten doen, man. Dat is wel... Nou, maar weet je wat mij nu in één keer binnenschiet? Ja. Dit is ook misschien het meeste actie wat wij gaan zien. Denk je? Ja, want alles gebeurt beneden, maar wij zitten alleen maar boven met die camera, toch? Ja. We gaan echt helemaal geen fuck zien eigenlijk. Ik heb de geschiedenis nog niet even teruggekeken, maar zijn er belangrijke bombardementen geweest dan nog? Ja, misschien gaan er nog... die dingen zijn wel altijd leuk in films, hè? Precies dat. Gewoon zo'n shootout in de lucht. Dat is wel meestal leuk. Ja, maar die Duitsers gingen ook veel sneller dan die anderen, ja, maar toch? Dat was ook zo. Maar dat is zo. Van die fighter jets. Fighter jets met machine guns erop. En dit zijn gewoon bombardementenvliegtuigen. Deze hebben natuurlijk ook machinegeweren gewoon om af te weren. Ja, maar inderdaad, dat waren andere soort vliegtuigen. Dat waren BMW's. Ik weet niet of dat per se BMW's waren. Maar BMW is eigenlijk inderdaad begonnen bij de Eerste Wereldoorlog. Die maakte motoren voor die fighter jets in Tsjechië of zoiets. Okay. Daarom heet het ook Bayerische Motorwerken. Omdat ze gewoon puur motors deden. En later is het auto geworden. Leuk feitje. Ik fiets hem er gewoon zo even. Ah, lekker, man. Masters of the Air. Ja, kijk, zoals ik zeg, het is... Een soort van follow-up van Band of Brothers en Pacific. Mm-hmm. Dan vraag je natuurlijk af... die twee zijn HBO... maar waarom zit deze nou op Apple TV Plus? Ja. Schijnbaar is in 2013... is het deal al rondgekomen... tussen Spielberg, Hanks en HBO. Of sorry, niet rondgekomen. Mm-hmm. Waardoor ze uiteindelijk naar Apple zijn gegaan. Het was meer van, wie biedt het meeste? En daar gaan we hem produceren. Want het is niet van HBO zelf. HBO destijds hebben ze bij Band of Brothers heel veel DVD's kunnen verkopen. Want dat waren andere tijdperken. Andere tijden, ja. Waardoor ze heel veel DVD's hebben kunnen verkopen. En nu, ze hebben 250 tot 300 miljoen gekregen voor deze serie. HBO heeft dat dus schijnbaar al niet betaald. En mocht HBO dat willen betalen, de deal was al rond met Apple. Dus dat. Dat is ook een extra feitje. Naast Bayerische Motorwerken heb je die ook waarom het op Apple TV is gekomen. Apple, laatste tijd sowieso. Maar we hebben het ook over Argyle gaan we het hebben. Ja. We hebben het over Killers of the Flower Moon gehad. En we hebben het over Napoleon gehad. Dat zijn allemaal Apple originals. Ja. Apple die is nu hard op weg aan het timmeren om een goede productiehuis te worden. Gewoon als een distributeur. Het is niet per se een productiehuis. Maar en binnenkort zag ik ook... nieuwe serie over Christian Dior op Apple TV Plus. Dat is misschien ook interessant, want Christian Dior die komt natuurlijk uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, Frankrijk, noem het maar op. Ja. Dat is ook een serie om naar uit te kijken. Ja.
Ja, ze kunnen ook niet achterblijven op de andere streamingsdiensten natuurlijk. Nee, maar ik denk ook, ja, een beetje, Apple heeft iets van 250 miljard ergens op een Ierse bank liggen die ze niet kunnen uitgeven. Ja, dus, ja. En het gaat nu ook om Apple, die hardware is een beetje uitgespeeld. Het gaat nu puur om de software en de services. Ja, precies. Ja. Dus ze zeggen ook heel vaak van, ja, recycle gewoon je iPhone, nieuw batterijtje erin. Mm. En dan kun je hem nog langer gebruiken. Het is niet meer van koop de nieuwste, koop de nieuwste. Ja, ja. Het gaat nu vooral om van, ja, voor 30 euro per maand dan krijg je iCloud. Je krijgt Apple TV Plus, je krijgt streaming service van muziek, je krijgt Apple News, Apple Credit Card in Amerika dan, en Apple Fitness en al die dingen. Het gaat nu vooral om de services die je krijgt en daaraan verdienen ze. En, en zo'n streaming service als Apple TV Plus, daar is daar een onderdeel van. Ja. Austin Butler, een van de main characters. Wat vonden we van? Leuk vent hoor. Ja, maar ze gaan de laatste tijd echt heel goed. Sinds zijn Elvis film doet hij het echt goed. En ook hebben we, heb ik gelezen, dat was vorige week in een podcast, andere podcast, dat hij Top Gun destijds heeft afgewezen, Top Gun Maverick, om in een film te spelen van Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. En daar speelt hij een van Charlie Manson's. Charlie Manson was het toch, die gek? Oh ja, ja, ja. Charlie Manson's rechterhanden was een super kleine rol. En bij Top Gun kon hij een grote rol spelen. En Top Gun was ook best wel hoog in het lijstje bij verschillende Oscar-nominaties. Maar ja, hij zei hoe dan ook, ik wilde in een Tarantino film spelen, ook al was het een kleine rol. Yeah. Dus dat heeft hij gedaan. Maar ja, nu is hij weer gecompenseerd. Nu mag hij weer in een vliegtuigfilm spelen. Met, of serie althans. Een serie, ja. Ja, en Barry Keoghan. Die speelt er ook in. Barry Keoghan is van... Hoe is die ook zo? Welke film? The Banshees of Inisherin. Juist, ja. Wat zei je? The Banshees of Inisherin, toch? Ja. Banshees of Inisherin. Met Colin Farrell. Ja, daar speelde hij dus ook in. En volgens mij is dat ook een beetje zijn shift geworden in de filmbusiness. Daarna kreeg hij volgens mij heel veel aanvragen. Want hij heeft ook recent gespeeld in Saltburn. Daar deed hij het ook best wel goed. En ik had ook gelezen over hem dat hij bijna zijn arm was verloren of zo. Door vleesetende bacteriën. Oei. Dus schijnbaar heeft hij dat ook nog meegemaakt in die testtijd. Ja, het moet gecompenseerd worden. Je mag niet te veel geluk hebben in het leven. Of dan iets weer met feiten op je neus geslagen worden of zo. Klopt, weet je wel. En dat je dan van, hey, doe eens even kalm aan. Hier een vleesetende bacterie voor jou. Jij gaat veel te goed. Wacht even hoor. Nee, dat moet altijd. Maar hij heeft ook in Top Gun gespeeld, hè? Of in Top Gun zeg ik, in Top Boy. Laatste seizoen was hij... hij kwam even 2 of 3 afleveringen. Kwam hij even leuk doen. Kwam hij even leuk doen? Ja, en dan werd hij al snel doodgeschoten. Kom even leuk doen hier. Nee, maar willen we naar de conclusie en rating? Ja hoor. Ja. Ja? conclusie en rating. Ik begin met Hakan. Ja, zoals ik zei, Tweede Wereldoorlog films. Altijd leuk. En serie. Tweede Wereldoorlog serie. Altijd leuk. Maar dat kun je niet zeggen. No. Je bent de brother niet gekeken. Nee, dat niet, maar het is ook een oude man. Die kende ik ook niet. En Hoe kan dat? Als jij dat niet kent. Ja, weet ik niet, man. Ik kijk meestal gewoon die nieuwere series. Toen de tijd was ik niet zoveel bezig met dat soort dingen. Oké. Okay. Vliegtuigfilms, man. Ja? Ja, ik vind het droom echt leuk. Heb je Top Gun gekeken? Altijd Top Gun gekeken, ja. Welke? Allebei? Nieuwste nog niet. Die eerste wel. Nee, ik vind dat soort films vind ik echt leuk, man. Okay. En ook tijdens game ook altijd. Gewoon van die straaljager games. Vond ik altijd wel leuk. Jij bent echt die gast die Battlefield speelt en dan gelijk een jet pakt. Battlefield, die jet kon ik nooit besturen, man. Maar ik speel ook geen Battlefield. Ja. Niet meer. Toen de tijd wel. Maar nou Battlefield niet was wel leuk, man. Was dan open ja, maar nou niet meer, man. Kon je altijd een vliegtuigje pakken. Mm. Nee, nu niet meer. Hey. Maar ik geef de serie beoordeeld op 2 afleveringen. Wil ik het een 3'tje geven. Ja, het is een beetje lastig. Op 2 afleveringen een serie beoordelen, vind ik. Ja, laten we een cijfer geven voor First Impression. Voor First Impression, ja. Ik vind hem tot nu toe nog wel interessant. Ja. Zoals ik al zei, ik verwacht meer actie. En ik hoop dat ook meer te zien bij de volgende afleveringen. Want elke week komt er een nieuwe. Ja. In totaal zullen er hoeveel? 9. 9, oké. Okay. Ja. Nou, ik ga wel voor 3,5. 3,5. Ja. Ik heb jou niet gevraagd. Moeten mensen de serie kijken? Jawel, man.
Ja? Ja, vliegtuigserie Tweede Wereldoorlog. Ja, dat ook. Nee, niet per se Tweede Wereldoorlog, maar gewoon oorlogfilms. Je hebt de voorgaande gezien, The Band of Brothers. Is het handig om die ook te zien? Nee, niet per se. Het is gewoon een soort van, het valt in één pakket. Oké, ja. Terwijl zij waarschijnlijk beneden aan het vechten zijn, zij boven aan het strijden. En in de ene film volg je de partij beneden en de andere film volg je de partij boven. Zelfde producenten, zelfde dingen. Geen zelfde streaming service, maar dat heb ik al uitgelegd. Moeten er mensen kijken? Zeker. Ja, ik weet jouw dingen, man. Jinx, you buy me a Coke. Coke van Griselda. Griselda dingen in Amerika. Ik weet tegelijkertijd wat ze zegt. Tuurlijk. Nee, ik geef Master of the Air ook 3 sterren aan de hand wat ik heb gezien in de eerste paar afleveringen. Het is interessant. Maar ik denk dat dit gewoon de max zal zijn. Want ja, alle actie gebeurt boven. Wat gaan we nog meer zien dan dit? We kunnen verrast worden. Te veel karakters, te veel namen die in één keer doodgaan en noem het maar op. Kan best interessant zijn, hè? Ja, kan. Maar voor nu geef ik 3 sterren. Sorry, jij hebt ook 3 sterren, of ja, 3,5. Maar ik wil wel met 3. Ja, oké. Okay, ja, maak er een mooi drietje van. Moeten de mensen de serie kijken? Ja, het is best wel goed in elkaar gezet. Mm-hmm. Maar ja, wij geven de serie Master of the Air 3 sterren. We zijn weer aan het einde gekomen van een review episode. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcast en Podimo. Ook zijn we te vinden op verschillende social media platformen. Op TikTok en Instagram heten we @TheVideoCorner. Op Facebook zijn we te vinden onder The Video Corner. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Oh, dankjewel. Ja, luisteraars, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Of kijken. Kijken. Volgende week, maandag, zijn we terug met een reguliere aflevering. En dan gaan we bespreken de film Argyle, The Zone of Interest en Poor Things van Yorgos Lanthimos. Dus abonneer snel om niets te missen. Dan zien we jullie volgende week om 8 uur. Tot dan. Jojo. Yes. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.